Het houden van de 39e jaarlijkse algemene vergadering van de Canto in Suriname is een kans voor lokale bedrijven en ook de overheid om te kunnen bewijzen wat zij allemaal hebben gedaan op het gebied van digitale transformatie. Volgens directeur Wendy Yapayou van de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS is dit het geschikte moment voor de Canto-lidlanden om meer te weten te komen over elkaar. En een bijzonder moment om te kunnen zien wat er in de regio gebeurt. Niet alleen maar telecommunicatie, maar ook ICT, want telecommunicatie is hedendaags niet alleen maar bellen, maar omvat ook alles wat ICT te maken heeft. Vanaf radio, tv, computer, je smartphone, alle apps die we gebruiken, zoals sociale apps, maar ook apps voor het werk, dat komen allemaal aan bod bij zo'n meeting. En vooral voor de business sector in Suriname is het een kans om direct ook kennis te maken met de belangrijkste spelers, niet alleen in Suriname, maar ook regionaal en internationaal. Dus het is zeker een toegevoegde waarde voor het lokale bedrijfsleven om te participeren aan deze meetings, om zo te zien wat er allemaal te halen valt voor hun bedrijf zelf, om efficiënter te kunnen werken, om misschien helemaal de digitale stap te maken, om hun productie digitaal te maken. En ook voor de overheid is het een unieke kans om te kunnen zien wat er ook in andere landen gebeurt qua digitalisering van het overheidsapparaat. De TAS-directeur zegt te begrijpen dat de Canto-vergadering voor de individuele Surinamer geen toegevoegde waarde heeft. Het is juist goed voor kleine ondernemers om deze vergadering ook te volgen, zodat zij kunnen weten wat er in de rest van de wereld gebeurt op het gebied van het digitaal verkopen van producten. Ik denk dat in deze tijd elke organisatie wel een of andere vorm van digitalisering behoeft. Dat als we alleen maar kijken naar de centenwet is aangenomen, de BTW, de verwerking van BTW. Zonder digitalisering gaat dat een enorme challenge zijn voor elke organisatie. Dus mijn advies naar eigenlijk alle ondernemers, maar ook de startende ondernemers, is zich te verdiepen in de mogelijkheden die ICT biedt om het werk efficiënter en vlot te laten verlopen. Men denkt vaak genoeg dat het hele complexe zaken zijn, maar tegenwoordig worden de applicaties zodanig user-friendly gemaakt dat jij als gebruiker niet eens door hebt wat voor processen er aan de achtergrond allemaal plaatsvinden. Maar het gebruik is zo eenvoudig en het wordt ook allemaal, een heleboel wordt ook al door Surinaamse bedrijven zelf aangeboden. Dus je hoeft niet altijd naar het buitenland te gaan om de applicaties te kunnen aanschaffen. In Suriname zijn we al behoorlijk ver en heel wat bedrijven bieden al heel veel solutions. Dus Canto is ook een unieke kans voor zowel al bestaande bedrijven, maar ook startende mensen om te gaan kijken en kennis te maken met de sector en de mensen in de sector. Deze vergadering zal ook gebruikt worden om te presenteren waar Surinaamse bedrijven staan op het niveau van digitaliseren. En de directeur hoopt dat zowel de buitenlandse als de lokale organisaties van elkaar zullen leren.